Roel, switch je terug. En... Hij gaat de pitstraat in. Hij gaat de pitstraat in. Hij knalt hem de pit in. Yes, dames en heren, jongens en meisjes. Het is zover. De laatste Danger Zone van het seizoen. Er gaat nog één iemand uit, zo vlak voor de finale. En ik zou er best één van kunnen zijn. Is het nou Milo of Matty die praat? Zit je witte buik spreken, Milo? Dat kun jij goed doen, eens even. Oké, komt ie, hè? Ik ben Milo. Dat zou ik echt nooit zeggen zo. Dat zou ik zelf echt nooit zeggen. Wat leuk jij nou? Milo is in ieder geval safe. Degene die niet safe zijn ik. Roel, die is ook nog niet safe, zit ook in deze zone. En Link, en er komt natuurlijk een vierde bij, die ook in de finale zou kunnen komen, die nog een hele seizoen niet te zien is geweest. Dat is natuurlijk de mystery legend van vandaag. Het is echt spannend, mannen. Ja, hey, ik hoop dat het Robbie is dan toch. Want anders hebben we het hele seizoen gezegd, oh, nu is het Robbie. En dan is het niet Robbie. Ik hoop dat Koen gewoon weer terugkomt en mij eruit knikkert dit keer. Zo. Nu al wildcard, ja. Nu al wildcard. Ik denk Max Verstappen. Zo. Weet je dat hij kampioen is? Nou, ik ben er wel klaar voor, hoor. Ik vind dat speculeren vind ik maar niks. Ik wil gewoon lekker die Danger Zone in. Die setup zien, hè, wil je? Nou, dan vragen wij hem aan met die camera. Setup. Mystery legend om zijn camera aan te doen. Ja, dit is die van Tuur Gansier. Dat is dit is Rob. Ben. Dit is wel Rob. Hou je back. Next level game room. Dit is Rob. Next level game room. Dit is echt Rob. Ja, Rob heeft zo'n next level game room. Dit is Rob. Nee. Legends of Bank zitten, jongens. Oh. Daar zijn ze. Ja hoor. Ze zijn compleet nou. Jullie zitten al maanden op mij te wachten, heb ik gehoord. Besef dat Rob, we zeiden dat hij vandaag opname zat met JJ Boske. Ik zit heel op zijn stories te kijken en hij had niks met Rob gepost. Ja, maar ik moest jullie een beetje wijsmaken dat ik gaan meedoen. Dat was jullie met jou opnemen, gast. Weet je wat het is? Ik vond het wel mooi dat Joost dacht dat het een next level game room was dat ik er niet kon zijn. Want die heb ik dus wel gekregen en ik snap dat jullie allemaal super benieuwd zijn. Het is echt ziek, man. Ja. Hij is mooi. Hebben we toch nog een kijker, hè? Dat is wel leuk. Hé, hey, hou ze vol. Vind ik onaardig ten opzichte van Morog en KPN die mij dit hebben gegeven. En zaterdag komt die video online en dan gaan jullie natuurlijk allemaal aan de buis gekluisterd. Jullie hebben daar zin in om dat te zien, of niet, jongens? Ik niet. Doe ze even wel. Oh ja, ik heb er zin in. Yo. Setup aan deze kant is een beetje gefavoriseerd. Statiefje daar, microfoon op de kachel. Jezus. Ben jij klaar voor je KPN Next Level Gaming? Zo! Heb je gehoord welke game we gaan doen? Ja, waarschijnlijk wel, want we moeten nog maar één game doen. Ze willen mij denk ik heel graag in het toernooi hebben, want we gaan F1 spelen, boys. Let's go! Zie je al dat Max kampioen was? Ik zie die blik in Link's ogen. Link voelt die pijl aan het Link. Ik heb trauma's. Mensen op Twitter waren boos op mij. Maar Rob, mag jij je setup gebruiken? Is daar iets over gezegd? Ja, daar is iets over gezegd. We moeten wel met controller racen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nou, dan wordt het nog leuk. Ik ben een echte gamer, dus ik maak me geen zorgen. Laten we beginnen dan, joh. Jongens, pak je PlayStation erbij. Let's go. Nu ga ik wel voor die flinke dub. Want dan kunnen we Koen terugstemmen en dan zitten we er gewoon met z'n allen in. Wanneer? We gaan twee races doen. De allereerste race hier in ons prachtige Nederland. Link, waar ligt dat circuit? Dat weet je wel. Zandvoort, dat weet ik gewoon. Juist, lekker jongen. De winnaar van deze race gaat al door naar de finale week. Dus nou, groot feest. Die heeft een plekje. Ja, die heeft een plekje. En de drie die niet winnen, die gaan een laatste race doen. Een ontknoping in Abu Dhabi. Abu Dhabi natuurlijk, ik weet niet of je dat weet. Max werd daar wereldkampioen, man. Zijn wereldkampioen geworden? Ja, wist je dat niet? Ziek, hè? Echt bizar. Heel ziek. Nee, en dan in Abu Dhabi gaan de beste twee ook nog door. En die laatste, ja, die vliegt er net uit voor de finale week. Nou, dan ben je natuurlijk in zak en as. Even context nog over de game. Want Rob en Matt, jullie spelen het natuurlijk. Jullie uploaden. Ja, alleen wij spelen wel altijd aan zo'n vette setup en zo. Ja, maakt dat heel veel uit? Een ja, maakt veel uit. Dat maakt nu, echt koud nog. Het is nu hetzelfde als GTA Racing, denk ik ongeveer. Leuk detail is ook dat je... Er zijn geen regels, toch? Je kan de baan afsnijden waar je wil. Dus kijk vast hier waar je kan afsnijden. Hey. Maar Zandvoort is heel lastig, want het is allemaal grind. Bro, als... Het was echt Link of ik. Ik kan dit ook niet. Ik speel dit ook nooit. Dus. Ik moet wel zeggen, met controller is het wel gewoon Mario Kart. Laten we eerlijk zijn. Ja, het is gewoon een beetje Mario Kart. Dat is het. Kijk, zij zijn ziek pro met al die sturen en die pedalen. En wat ik het allemaal in die stoel liggen zo achterover. Zo. 15 pedalen, 16 sturen, 23. Oké. Okay. We gaan beginnen. Kun je een valse start maken? Ja, dat is Mario Kart. Dat je er bij de laatste ingedrukt moet houden? Hoe ben ik? Oh, we zijn weg!
Hij doet niks. Met gassen met R2. R2. Ja, maar ik deed niks. Schakelen. Oh, fucking kidding me. Nee, je hoeft ook niet te schakelen. Ja, of nee, wel? Ik stond in mijn nul. Ik stond in mijn draaien, niet in mijn draaien. Stond in zijn nul. Kijk hoe hard hij die bocht in gaat. Oh, wat heerlijk. Van binnen naar binnen links, zo doe je dat. Binnen naar binnen. Weet ik veel gas. Oh, wow, dit is moeilijk gek. Holy shit. Zo gewoon stil. Wordt me gewoon niet gegund. Hoe kijk je naar achter? Iemand idee? Met de rechte steek. Oh, ik glij uit, Wat doe je? Wow, iemand achter mij crasht. Wie is dat? Bro, ik reed tegen jou aan, maat. Ja, dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Bro, we pakken hem. We zijn toch vrienden? Je was aan het weaven, man. Je was echt... weaven, jongen. Ik kan hier sturen, man. Wat de hel ben ik aan het doen? Oké, wie gokken we dat deze keer laatste wordt? Ik denk Link. Kijk hem dan. Link heeft hem te pakken. Nee, ik geef Link de benefit of the doubt. Link of Roel. Link denkt steeds dat hij een blue shell kan krijgen nu, maar dat krijgt hij niet. Ik hoorde net dat iemand crashte, maar waarom haal ik dan niemand in? Ja. Oh, ik zie je op de minimap bij mij links onderin. Je staat Heb jij een minimap? Ik zit in de achtervolging van Rob. Pak hem, Roel. Oh, daar is de minimap. Alpha, kom op, Alpha. Oh, wacht. We kunnen nu natuurlijk... Kijk, ik ken een paar kleine shot. Oké, die shotgun was niet handig. Ik had beter geen shotgun. Oh nee, ik wilde je beuken. Kom op, Roelie. Hoeveel rondes zijn het? Vijf. Oh nee, daar heb je die verdomde Mattie. Laten we Roel pakken, Rob. Dat kan niet. Hij kan niet de win hier pakken. Kom op, Roelie. Alpha. Moet een wagen. Hé, maar je kunt dus beter geen shotgun pakken, of wat? Nee, op Zandvoort kan dat niet. Wat een bocht. Maar ga je halen, komt goed. Hé, maar ik vind het wel grappig dat Link is een haas en hij doet zijn team wel gewoon eer aan. Maar ik ga niet voor jullie liegen, man. Ja, joh, weet je. Max, die gaat mij gewoon DM'en, hè? Die zegt, yo, wanneer we samen een kaartje doen? Die trekt ook gewoon niet naar die pijltjes op de grond. Nee, echt. Kijk. Oh, die lijn gaat naar rechts toe. Hey, oh, ik hou wel links aan, joh. Ja, tuurlijk. Het gaat op zich. Hij blijft op zich wel netjes op de baan nu. Dat doet hij goed. Je moest dus weten hoe makkelijk het is met alle assists. Oh, Matt, wat ga je doen, joh? Is niet te doen, dat sturen, man, met die controller. Dat sturen is kapot. Jawel, joh! Ik crash! Huh? Ik crash ook. Hoe kan Roel dit nou winnen, joh? Hey, je bent een soort banking aan het doen. Gaat Roel nou winnen? Hij zit er echt ver voor, man. Boom! Je kan niet afsnijden. Je kan hier niet afsnijden. Nee, je kunt hier niet afsnijden. Oh, je kunt hier wel ergens afsnijden. Ik kan gewoon door de boarding heen. Door het publiek. Door het publiek? Door al die jumbo-tokkies. Hé, hey, lief doen. Ik zat hier ook, ja? Oh. Paarse sector. Ik ga nu gewoon... Paarse sector. Wat is nou weer een paarse sector? Dat is zeg maar zo'n blauw shield op Mario Kart. Oh, sick. Kan ik die gebruiken? Alsjeblieft. Boom, weer paarse sector. Heeft iemand even zo'n ster voor mij? Editor, mag ik even zo'n ster hebben? Die Roel zit echt sick ver vol. Dat is echt bizar. Ja, what the fuck? Link, als jij Roel tegenkomt, moet je hem gewoon beuken. Nee, ja. Link! Ja, wacht even, Roel. Doe even voor de content. En zeg maar voor mijn finale plek. Ja, Roel, ik wil even één keer leuk. Roel, laat me even één keer inhalen. Kom op, dat is één keer leuk. Oh, ik slip! Eindelijk. Oh. Hij doet het nog. Alpha, herstelt hem. Je hebt een Alpha met autopilot of zo, man. Ik ben heel benieuwd wat de mannen zeggen die aan het spectaten zijn. Nou, we zeggen niet veel, Link. Goed, leuk dat je het vraagt. Hé, hey, ik ga paas. SO, man. Hey, ik ben best dichtbij weer bij je, Roel. Je zit er maar 3,7 seconden voor me. Ik weet niet wat het was, even maar... Even leuk. Ja, ik slipte, toch? Oh, je slipte. Slopte? Ik sliep. Hé, hey, maar het is nog 2 rondjes. Ja, jongen. Over het prachtige Zandvoort. Je loopt in op Roel, toch? Ja, maar het is nog steeds 3,4 seconden. Dat ga ik natuurlijk nooit pakken. Ja, wel kan je wel. Oh, doe even één keer leuk, voor de video. Ja, Roel, doe even donut. Oh, nee. Doe even één keer donut. Ik choke. Hij choked. Nee, Roel. Oh mijn god, Roel choked. Roel is gecrashed, ja. Nee joh, Roel. Yes. Oh, Rob gaat hard op. Loopt hard in. Gaat wijd. Oh, daar is hij. Er is een inhaal. Daar is hij. Rob er langs. Roel die was gewoon te gretig. Hij is langs, ja. Hij doet niks. Choking Roel. Hij doet niks. Snappen. Ben je gecrashed? Ben je uit de sessie? Waarom doet hij niks? Waar is Roel? Hij staat nog steeds stil, hij gaat full alpha. Ik moest resetten naar baan.
Bro, als je dat straks doet, Roel, dan lig je gewoon uit de game, hè? Maar hij deed echt niks meer, maar ik had geen damage, want damage staat uit. Ja, damage staat uit. Ging ook Roel nog in. Ik sta nog steeds... Bro, als jij een Roel inhaalt, jongen... 10 seconden, dat kan gewoon nog, hè? Ja, Roel staat nog steeds zo van stil. Roel, kom maar aan. Ja. Ik zet hem in zijn versnelling. Maar nu slipt hij alleen maar. Ik zie Roel! Hij slipt hem! Ik haal hem in! Ik haal hem in! Oh, jee. Huh? Oh. Hij is de derde! Oh, hij is de derde! Hij is Roel gehaald! Nee! Wow. Wat is Roel aan het doen dan? Ja, ik denk dat je bot moet doen. Nee, je niet! Wat een topspel dit, ik ga het ook voortaan kijken. Dat is echt leuk. Ik ben een beetje... Hij slipt nu alleen maar, dat deed hij eerst helemaal niet. Wat is hier? Ja, kijk eens naar je banden, klik eens op B. Druk eens drie keer op rondje. Rembalans. Nee, een rondje. Je banden zijn denk ik echt 120 graden. Zijn jullie nou al gefinished of niet? Nee, ik moet nog één. Nee, helemaal niet. Die staan gewoon groen allemaal. Ja, nu. Maar misschien net niet. Die koelen wel snel af, joh. Maar je hebt ook een Alfa Romeo rol. Wat volgt je nou zelf, jongen? Ja, godverdomme, ik ben opgelicht. Opgelicht. Hey, ik vind wel heel mooi dat die banners van Rolex. Kunnen die allemaal blurren? Dankjewel. Ik word niet gesponsord. Oké, ik kan weer Link inhalen. Ik sta 4 seconden achter hem. Laatste rondje. Laatste rondje. Hey man, je bent fucking... Ik ben dicht bij Rob, Ik hoorde het aan je, want je was stil op hem. Ja, ik ga pushen, ik heb je nog, Rob. Hey, ik ga echt niet choken voor jou. Kan toch niet. 1,5 seconde, ik ga je pakken. Ik heb een temperatuur in mijn banden. Oh nee, die komt niet. Ik wilde afsnijden om je te pakken, helaas. Ja, afsnijden, dan probeer ik de eerste ronde dat is slecht. Ben je? Hij moet hem toch gewoon aftikken, joh. Hij ging voor de short. Zit met collision dan? Ja, zeker. Ja, mag gewoon. Alleen, je kan zo weinig afsnijden bij Zandvoort. Alles is zo gesloten. Oh, nog 2 bochten. Choke het niet. Choke het niet. Net 2e, jongen. Ja, ze finale. Ik had me 1 ronde gegeven, ik had je. Ja. Klote zooi. Ik zie hem nog 1,5 seconden staan. Hij zit erin. Ja, Rob gaat naar de finale. Ja, joh. En een puntje ook nog, hè. Een win. Dan gaan we afscheid nemen van Link. Gefeliciteerd Rob. Je hebt de eerste win meteen te pakken. En daarmee heb je geloof ik al evenveel wins in het hele spel als Link. Milo. Oh. En ga je meteen door naar die finale. Yes. Oh, Link is spannend achterin. Oh, Link ligt voor Roel nog. Ja, niet dat dit nog ergens om gaat, maar puur voor... Het is puur metaal. Link gaat door de grindbak. Maar en Roel heeft een sliara. Oh, tegen de muur. Oh, Roel, switch weer terug. En... Hij gaat de pitstraat in. Link gaat de pitstraat in. Ik moest even een pitstop nemen, jongens. Kom op, mijn auto had even nodig. Had je niet door? Nee, hij gaat de pit in. Wat doet hij nou? Hij knalt hem de pit in. Even een drive-thru, jongen. Doe je gedaan, alsjeblieft. Nee, Rob, jongen, gefeliciteerd. Jij mag de game verlaten. En dan gaan wij met z'n drieën uitvechten wie de laatste wordt. En je ziet maar 1 crash en je hele race kan gewoon... Ja. Kan over zijn en het hele verhaal is over. En een klein geheimpje van mij. Jullie gaan nu rijden. Nee, ik dat alleen mij. Oké, Link, alleen voor jou deze. Ja, oké, luister. Op Jasmarina Abu Dhabi kun je wel afsnijden. Oké, ja, thanks. Succes, man. Hey, jij succes? Nee, jij hebt geen seks meer. Nee, joh. Maar dat was succes. Oké, Rob heeft hem dus gewonnen. We hadden ook niet alles van hem verwacht. Nee, en pakte bij die eerste win. Gefeliciteerd, knap hoor. We zijn nog best z'n drieën over. Degene die als laatste finished ligt uit het spel zo vlak voor de finale. Maar gaat niet door naar de finale. Het is alles of niets. Nogmaals, Abu Dhabi. Een legendarische circuit natuurlijk na dit weekend. En ik ga hem starten, man. What up? Hey, boys. Gewoon in de finale zit hij ook gewoon. Lekker, joh. Esso naar ons, man. Lekker. Rob, had jij nou een setup op Zandvoort? Nee. Ja, je vader moet toch? Ja, vader moet wel, Wat een vuile cheat, zeg. Regie, nou. Hey, we gaan naar de Via stappen. Dit is niet oké. Het was toch niet geheim? Jullie zagen mijn scherm ook. Ik wist ja, ik zag het ook. Maar ik zag van, wat doet hij nou? Je moet de A inhouden en A loslaten bij de start. Als de lampen uit zijn. Ah, ja. Een geweldige start. Nou, ik start weer. Wederom een poepstart. Ik sta gewoon weer helemaal lekker achteraan. We gaan naar links. Oh, binnendoor. Hij doet een Hamilton. Zo. Nou. Ik sta lekker hier. Oh. Welkom bij mij. Ik ga uit de bocht. Oké. Link is geslipt. Oh, Link. Ja, daar stel. Je kan hier ziek afsnijden. Je kunt hier wel ergens afsnijden, toch? Ja, hier rechtdoor. Bro, hij stopt met gassen door het remmen. Dan kan je niet afsnijden.
Hij heeft remhulp aanstaan, daarom kun je geen bocht afsnijden. Kijk, oh, Link pakt hem weer terug. Oh, ik ga gewoon weer de normale. Ik ga gewoon normaal racen. Maar ga ik ineens sturen? Wat is dit? Ja, dat doe je zelf, denk ik. Nou, kom op. Dit is een lekker lang stukje. Dit is leuk. Ik druk één knop in. Ja, hier sneed Lewis Hamilton ook af. Bij het kampioenschap. Precies daar, hè? Heb ik geleerd van hem. Heb je dat gezien? Ja. Link zit nu 2,7 seconden achter. Dat is nog helemaal niks, hoor. Dat heb je zo goed gemaakt. Ik kan alleen maar duimen op dat jullie een fout maken. En dat is toch wel erg, zeg maar. Dat ik het daarvan moet hebben. Toch? Oh, de concentratie. Dit voelt echt kampioenschap. Beslissendachtig, joh. Maar Link zit echt verdacht dichtbij, vind ik. Ja, Link zit echt goed bij, hoor. Link zit er echt nog goed bij. Dat is even balen. Je zou toch zeggen dat Matt wel weet waar hij af kan snijden? Ja, ik denk dat het gewoon even één rondje moet het even registreren in zijn brein. Ja. Je ziet hem zo heel mooi die bochtjes nemen. Dat je denkt, ja, maar dat hoeft helemaal niet, joh. Hier weer. Rol is weg, hè. Hier weer. Ja, hij gaat elke keer terug naar de baan, maar dat hoeft helemaal niet. En die Roel, die heeft geit. Roel, die gaat op zijn survival instinct. Ik ben flink aan het afsnijden. Ja, wat helpt niet, want hij rent als je buiten de baan rijdt. Link rijdt echt dichtbij, hè. Kom op. Ik gun hem mezelf ook eventjes of zo. Dan heb ik wel wat gepresteerd. Link dus maakt het was één ronde, what the fuck? Ja, één van de vijf is een heel grote baan dit. Vooral voor de aanpassingen. Ga je elkaar nog beuken ook, of? Ja, ik kan er niet bij die rol. Rol, druk even één keer op rem. Ja. Nee, Roel, nee! Oh ja, hij remt hier gewoon! Oh! Oh! Nee! Oh mijn god. Hallo Rolex. Oeh, het gras is kloten. Matt doet het heel goed. Met beuk. Oh, Link. Linky. Het is voorbij. Hoezo? Je kan op start en dan... Ik rij nu wel weer, maar ik sta ineens 10 seconden achter. Paarse sector! Roel, jongen, je pakt mij niet. Ik pak je wel, Matt. Ik pak je ook keihard. Ik heb gehoord dat jullie van de regie bij de finish even moeten wachten 10 seconden. Ja, dat heb ik ook gehoord van de regie, van Reggie. Hey, Lewis, doe ze even niet. Nee, ik ben de Chauvinazzi toch? Ik heb die al. Chauvinazzi. Nee, ik ben Raikkonen, ben ik. Ik ga even pitradio doen, man. Box this lap. Box, confirm. Maar wie maakt dan ook zulke kutbanen? Wel die bochten en zo. Bro, ik zie allemaal spukken van je auto afvliegen, Roel. Van mij? Vlieg erop. Ja, jongen. Waarom? Dat weet ik veel. Je bent mij aan het beuken. Maar weer zo'n pion. Waarom blijven die pionnen steeds terugkomen? Dit is al de derde keer dat ik hem heb geraakt. Hé, maar wel spannend, man, wie eruit gaat. Vinden jullie ook niet? Nee. Als er een flinke crash komt, hé. Dan kan hij snel terugkomen, hoor. Hé, maar ik heb wel gehoord dat het in Abu Dhabi wel eens in de laatste ronde beslist wordt, hè. Maar ja. Dan wordt de safety car gezet, hè. Het gebeurt wel eens. Oké, ik ga even mijn instellingen. Ik kan mijn hulpbeperking niet anders aanpassen, anders had ik even dat uitgezet. Dan kun je gewoon bocht afsnijden. Ja, daardoor had ik net een paar seconden wel. Ik zit zo dicht achter je. Weer zo'n paal. Mag zo'n paal counter? Dankjewel. Maar als jij de bocht afsnijdt, remt hij toch automatisch of niet? Ja. Hoe schakel ik? Oh zo. Oeh. Oh. Bijna de pitstop weer genomen. Nou, ik heb 15 seconden achter. Dit is droevig. Mag ik alvast mijn speech doen of niet? Of is dat nog niet nodig? Ah, ja, red af, hè, Roel. Oh nee, switch Roel. dit is best wel leuk, gewoon. Kom op. Kan eigenlijk winnen van Matt nou? Nee, niet doen. Jij doet het bij mij. Oh mijn god, die schrok me dood. Dus jij doet het bij mij, je snijdt naar binnen, man. Nee, jij gaat mij tikken, ik ben naar binnen geforceerd. Geforceerd, zegt hij dan, hoor. Ik zie seconden steeds oplopen, dit is echt om te janken, joh. Het was 10, nu 17. Heb vertrouwen, Link. Link, het kan nog. Roel beukte mij net bijna af. Ja, bijna, maar toch niet helemaal, kontje kaal. Kom op. Met concentreren, ik wil dat gat op Roel pakken, maar hij loopt alleen maar verder uit. Ja, omdat ik fucking legend ben!
Boom, snelste ronde! Hoeveel rondes hebben we nog? Nog twee, Link. Ik ben benieuwd. Het kan nog. Ze zijn net overhelft. Eén crash. Eén hele goede crash dat je even vast zit. Nou, dat is klaar. Ik vraag me af of het sneller is om dit af te snijden. Ik denk het niet eens. Maar hij stopt hier weg en dan geeft hij weer gas. Ja, want dan denk hij, ik kan helemaal niet meer terug naar de baan. Roel, kom even terug, dat we nog één keer kunnen battelen. Even één keer battle. Houd het spannend voor mij. Wat als je Jan Leert is, zeg. Schitterend. Moet je give back the position. Ja, dat is Oh, ja. Wat is het? Nee. Ik heb nu DRS, die gaat ook vanzelf aan. Dan hoef je die zelf aan te zetten. Al die hulpmiddelen. Er moet een pitstop gemaakt worden, boys. Met pitstop. Ja. Pitstop de 22 seconden, dan lig jij eerste. Ja, doe maar. Dan gaan we kijken wie van jullie wint. Dat is een echte rival battle, zeg maar. Mij een free pass geven en dan ga je het uitbattelen. Dat is wel spannend. Heb je echt een rivalry? Uitbattelen. Wij zijn afskillen. Waar liggen je lekker, man? Hey! Of toch niet? Roelie! Oh, nee! Hij gaat er vanaf! Oh, Link, dit is je kans! Hij gelijk! Oh, Roelie! Het is gewoon nog spannend. Alleen Link is gewoon te ver. Wat gebeurt er dan? Te veel gas, te veel curb. Ik pakte te veel curb, denk ik. Maar mijn banden zijn weer op temperatuur. Oh, ze zijn wel slippy. Matt, stop even, dan kan ik er weer even inhalen. Ja, is goed. Ik ga nu niet die bocht afzetten. Kijk of jij daar de voordeel van hebt. Oké, ik ga vol over die bocht heen. Nou, hij remt er echt al flink voor. Ik heb 100%... Jij hebt wel iets gewonnen, ja. Ja, hij heeft wel iets gewonnen weer. Pioretje. Ja, best wel wat seconden. Link, altijd die bocht afsnijden. Ook een bocht. Dus de laatste ronde. Kun je veel meer afsnijden? Nee, niet echt. Gaat hij gewoon achteraan, hoor, die mafkaas. Ik loop in, jongen. Nog een paar rondjes in een ratje. What the fuck? Hallo? Hi. Hij gaat ineens naar links. Of naar rechts. Oh nee, oeh! Ja! D pleur, straal op, jongen. Matt, die ging bijna nog. Ik voel hem nog. Oh, crash. We gaan elkaar nog even aan het beuken, hoor. Ja. Beuken. Kan nog, beuken. Nee. Te schitterend is, hè. Nee, pleur op. Ja, we hebben hem weer. Nee. Idioot! Oh, dat je bijna! Nee! Ze doen niks. Beuken! Ja! Ja! Hij komt er weer weg! Hij ghost met in één keer. Oh, was iemand geraakt, joh. Was hij zeker gespind. Ja, hij heeft hem nog. Ah, kom hij heeft hem nog. Wat schitterend is, hè. Boom! Ah. Hey, shout-out naar jou, Roel. Dankjewel. Voor de overwinning. Dankjewel, man. Link rip, man. Link, het spijt ons zeer, maar voor mij de RNG in de gamekeuze was gewoon helemaal niet in jouw voordeel. Ah, ga een pitstopje maken. Link, man, rip. Link. Ja, Link. Ik ben wel set voor Coco, man. Potentie was er, maar hij gaat weer pit in. Ja, even een pitstopje maken. Even zielig muziekje, Link. Je hebt nog wel zo gestreden, maar als je aan Koen komt, kom je uiteindelijk gewoon aan ons, weet je wel. Ja, je bent er gewoon uitgekikt door drie bankzitters. Ja, je wil gewoon graag bankzitters als in Let's of Gaming. Dat wist ik al van tevoren, dus daarom deed ik expres of ik niet goed was in F1. Roel, jongen, gefeliciteerd met je overwinning. Ja, eerste petje. Formule 1 overwinning van Alfa ooit. Ik heb het petje, heb ik op. Ja, en Link, sorry. Hier eindigt het verhaal voor jou, man. Helaas. Maar F1 was niet voor me neergelegd. Maar het mooie is, de finale week begint nu. Maar jij kan er alsnog gewoon bij zijn. Als de mensen jou via de wildcard gewoon terugstemmen. Dus doe even je speech, man. Luister, lieve kijkers. F1 was niet voor mij gemaakt. Maar ik ben wel gemaakt voor F1. Stem mij terug.
Ik ga een keertje een race winnen. Je moet deze heel even beseffen. Oh. Maakt voor F1. Stem. Neem het niet op. Het lukt niet. Wil je de S-quotes, man? Als je niet op mij stemt, dan gunde je Max Verstappen niet de wereldkampioenschap. Oeh. Kom je aan de mensen ziel, man? Ik stem op jou, man. Ja, bij deze houdt mijn verhaal op. Voor nu. En veel plezier, mannen, in de finale maand. In de finale, jongens. En wat houden, hè? Zorg dat Joost tweede wordt. Gaan we voor. Doei. Ciao. Doei.